Haha, dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe Vraag en Raak Show. Vanuit Disney, vanuit het echte Kierad Hotel. We hebben de hele dag gelopen en we zijn moe. Ik doe dit wel even af voor Roy. Ja? Nou, natuurlijk doe ik heel moeilijk. Ik heb een laptop bij me, hier zo. Maar ik doe het natuurlijk niet via een laptop. Ik doe het lekker met blaadjes printen. Dus we hebben gewoon heel veel vragen. We hadden een speciale video gemaakt. Vraag je maar, vraag wat je wilt. Ja. En jullie hebben vragen gevraagd. En die heb ik uitgeprint. En ik heb gevraagd. Ja, vragen. Ja, toch? Vragen gesteld. Sorry mensen, ik ben echt fysiek misschien wel een beetje moe, denk ik. Nou. Fysiek en mentaal. Mensen, welkom. We gaan met de eerste vraag beginnen. En ik heb ze zelf ook niet gelezen, dus het is voor ons een beetje spannend. Je zal naar mijn emotie kijken hoe raar ik reageer. We gaan eerst van Wessel van Kessel. En hij vraagt, wat zou je doen als je alleen bent op de wereld? En dat vind ik echt een fantastische vraag. Want dan heb je een beetje een Walking Dead idee. Achter, soort. Waarom is dat een leuke vraag? Omdat het origineel is. Ja, oké. Okay. Ik zou denk ik wel, als ik alleen was op de wereld, zou ik me heel eenzaam voelen. Maar ja. Ik denk omdat je dat snel dat gevoel went, weet je niet anders. En ik zou wel echt naar winkels gaan of gaan reizen bijvoorbeeld, waar je normaal nooit kom. Maar hoe wil je daar komen? Met de auto, gewoon kaart met de auto. Stelen. En dan leren autorijden aan jezelf. Je hoeft geen niet te letten op verkeer. Nee hè? Maar ja, tanken wordt lastig. Ik zou zo'n grote pick-up nemen, allemaal benzine achterop en dan ga je gewoon lekker de wereld rond. Maar je moet wel een huis claimen. En ik ga heel veel winkelen dan. Alles meenemen. Ja, maar dat is wel jammer. Als je winkelt, dan vind je wel leuk om naar jezelf te kijken. Maar je kan het nooit delen met anderen, hoe anderen ervan vinden. Dus het is eigenlijk gewoon echt... Ik denk dat ik me echt, eigenlijk vrij snel van kant zou maken hoor. Niet? Of je moet het doen met een... Het doen met een blaadje en dan groeit er iets uit. Nee? Jongens, ik denk dat het beter is dat we Vincent even gewoon de vragen laten stellen. Nee. Je gaat het doen met een boom, om het netjes te zeggen. En dan groeien er allemaal kinderen uit. Jaap Stam. Jullie merken dat Vincent een beetje moe is. Sjors Schors. Terry. Ik zou mezelf vermoorden. En vooral als ik samen met Vincent alleen op de wereld zou zijn, dan zou ik me waarschijnlijk binnen 2 seconden. Tjiratak. Ook een hele leuke naam voor een kind. Volgende vraag. En Beffy. Oh. Nee, ben je. Betty Boomschorskever. Volgende vraag. Quinten Schoondewoord. Hij vraagt op 29 juni. Vincent, ga please Space Engineer spelen. Het is een survival in de ruimte, maar het ziet er hetzelfde uit als Garry's Mod. Ik heb er vaker van gehoord, Space Engineers. Ik ga het wel eens een keer checken, maar ik weet niet of ik het ga doen. Misschien gaat het ook niet doen. Als het niet duur is. Ik betaal genoeg aan Steam. Gerjan van de Oever vraagt, hoeveel video's heb je gemaakt, Vincent? Nou, er is een heel leuk knopje. Nee, ja, ik heb natuurlijk meerdere kanalen. En jullie weten het niet, maar als je kijkt op DaVinci stel met een C, hoe je het oorspronkelijk mijn nickname zegt, dat account is opgeschorst. Omdat ik complete dvd's uploadde naar YouTube van André van Duin. En qua copyright strikes was het gewoon weg met mijn kanaal. En ik snap dat niet, want ik had meer video's gekeken van anderen die ook dvd's erop zetten van André van Duin. En ik dacht, ik doe gewoon om wat views te krijgen, doe ik dat ook. En dat was een kanaal met 421 video's, ik vergeet nooit meer. Ik heb DaVinci Vlogs heeft meer dan 120 video's. En mijn gamekanaal heeft er nu al in de 2100. Dus bij elkaar opgeteld bijna 3000 video's op YouTube geüpload. En dan ook nog de verborgen video's. Verborgen video's. Ik heb natuurlijk wel de Banjo-Town gemaakt nog. En op Game Reviews heb ik ook wel eens video's gemaakt en zo. Dus Jarrett Wolfensperger. Dat kan je gewoon zien op zijn kanaal. Klopt, dankjewel. Maar dit wist je dus niet. Dus ik wou een wat uitgebreid antwoord. Wereldgamers, wat is de plugin voor de fontein in Disneycraft? Als het geen plugin is, welke comment? Nou, er is eigenlijk een plugin, maar je kan volgens mij op internet gewoon googlen naar Fountain plugin Minecraft of zo. Ja. Het is heel, ja. Bij ons is zelf gemaakt, dus we kunnen niet zeggen hoe. Ik weet zelf niet hoe het werkt. Nee. Bij ons is die gewoon geschreven. Google it. Nino Aantjes vraagt: wil je Disneyland in Minecraft maken? Nee. Gewoon gelijk al nee. Weet je waarom, als je Disneyland probeert na te maken in Minecraft, dan is het zo, dan ga je parken met elkaar vergelijken van ja, welke is het mooist nagebouwd. En
Dat vinden we bij Disneycraft hebben we dat juist anders. Omdat we gewoon... Ja, ik heb gewoon aan mijn duim gezogen van, nou, hier komt een pad. En samen met de crew natuurlijk ook van, nou, daar gaan we eens een pad aan leggen. En ja, dat is gewoon uniek geworden en leuk. Beter dan dat je weet van, oh, dat is de Main Street. Dan gaan we naar Space Mountain. Het is wel handig, maar nu moet je het verkennen om te weten hoe het is. Ja. Ik denk ook dat het heel lastig is om het na te bouwen. Weet je, wij zijn in Disney nu en je ziet gewoon zoveel details. En ik was een keer aan het kijken en ik dacht van ja, dit kun je gewoon niet namaken in Minecraft. Dat is gewoon, echt... In Minecraft kan je dat niet. Je kan heel weinig in Minecraft. Groot. Ja, je kan niks in Minecraft. De blokken moeten dan echt net... In vier zijn. Dan is het nog mogelijk. Maar je hebt heet het Tekkit of hoe heet het nou? Ja. Tekkit kan je toch wel veel meer doen met blokken en systemen. Maar dan ben je wel weer keer 10 jaar bezig om een park te bouwen in Disneyland stijl. Dus aan te raden, wil je een park zien, download Rollercoaster Tycoon 3. Sorry dat ik er meer reclame maak voor een spel, maar het blijft een vet spel. En Rollercoaster 3 kan je texture pack downloaden van Shy Guy. Zoek maar eens op. Shy Guy, Main Street set 1 tot en met 9. Dan heb je nog Catfish Cove, dan heb je de Circus Center. Als je die allemaal downloadt, kan je heel Disneyland nabouwen. Geloof me, dat gaat lukken.